Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Fortune Street. Vandaag spelen we tegen Dragon Lord en Patty. Yo, die zit weer hier. Hoi. Dit is je famous 2 seconds. Ja, famous 2 seconds, en dan blijft Kabil. Mensen horen me en dat is al een... Een win. Nou, dat is al een oorlogscriminaliteit. Oh. Dus, oorlogscriminaliteit, oorlogsmisdaad, dat ik dat doe. Oh, dit liedje is wel nice. Nou ja, jij en ik hebben nu een veel liever nummer. Wanneer iemand eindelijk de goal heeft gehaald. Ja. Maar eens even kijken. Maar je hebt dus... Oh, heb je weer zo'n één zo... Ja, nee. je ziet van die deuren daar iets bovenin. Ja, nee, maar ik zat te kijken. Je hebt weer waar je zelf een suit mag kiezen. Ja. Nee, de suit die gewoon roteert. Oh, oké, dus je mag niet per se kiezen. Nee, ik zou niet naar boven gaan met een landje op mij. Dat willen we niet hebben. Nee, niet zo vroeg tenminste. En dat heb je vorige aflevering, heb je volgens mij wel 7000 euro betaald, dus... Toch niet zoveel. Fuck jou, Patty, krijg de tyfus. Sorry. Nee. Ik kan toch niet terug, dus het heeft niet zoveel zin. Natuurlijk heeft hij meteen weer zo'n vacant land. Wat doet zo'n 3 star shop ook alweer? Een 3 star shop. If you own a 3 star shop, when you land on it, you can invest capital in one of your shops. Dus het zit als een soort van... alsof je op jezelf landt. Maar je landt ook op jezelf, dus zoveel zin heeft het niet. Doe wel estate agency, volgens mij is dat de beste om die te hebben. Oh jee, en wat gebeurt daar? Dat is makelaar, dus als ik daar op land, kan ik een fake pot gewoon kopen. Of een van die dingen. Maar je ziet al hoe de constructie hier is. Je gaat een deur in en je komt weer op een andere plek uit. Ja, en ik zie dat er heel veel van die vacant land zijn in dit spelletje. Zal ik ook zo'n ding kopen? Dat is niet verkeerd. When you land on... No one else. Die is echt fucking goed. Die is voor deze map is die wel heel goed. Ja. Als je een map hebt waar je heel snel rondjes kan maken, dan heeft het niet zo heel veel zin. Ah, dit is zo onheerlijk. Maar we hebben al eerder gezegd, de AI cheat. Ja. En dat is het mooiste als we winnen van een gecheat AI. Dat is net bijzonder. Eén. Kijk, daarentegen, ik cheat ook, maar bij mij zie je het niet. Waarom? Meneer, ik wil geen bug en ik gooi bug voor je terwijl ik niks doe. Ja, want jij spinde, ik deed niks. Nee, dat klopt. Kijk, aan de ene kant is het misschien niet slim voor mij om direct naar boven te gaan, want dan pak ik 2 keer dezelfde suits. Aan de andere kant, fuck it. Want je ziet al, Dragon Lord heeft zo'n mooi straatje nu daar. De andere hoekjes. Lekker voor je, daar heb je niks aan. Nee, hij heeft momenteel niemand een kloot aan. Oh, wat vervelend. Daar heeft niemand de gevolgen van. Nee. Ja. Ik pak dan misschien dezelfde, maar ik hoor even gewoon door zo'n deur heen. En misschien had ik geluk, kon ik op zo'n fake pot terechtkomen. Wie weet. Hou je bed nou eens! Dank je, Siri. Je mag ooit vriendelijker zijn tegen Siri. Nee, dat verdient Siri niet. Tax office heb ik niet zo heel veel aan. Checker stand is misschien wel prima. Dus het is gewoon 100. Maar mensen lopen hier niet vaak genoeg langs voor een checkpoint. Dus je hebt niks aan een checkpoint. Nou, mooi dat ze elkaar in de weg zitten. Nou, waar kom ik uit? Is dit gewoon rennen? Nee, je komt weer terug uit bij de bank. Wat gebeurt hier? Dus je ziet al hoe dit gaat lopen. Wat? Dit is gewoon niet eens leuk. Nee, maar ik dacht dat ik op een andere plek uit zou komen, maar het is dus weer terug bij de bank. Ja.
Dus je weet waar je op moet focussen. Zo goed mogelijk en zo snel mogelijk zo'n straat fixen. Ja. En natuurlijk gaat je dan focussen op mijn stoks, hè? Flikker. Nou, liever heb ik dat niet. Nee. Dat ik profiteer van jij en jij profiteert van mij, dat vind ik niet erg. 1. Sorry. Nou, alsnog. Ik heb alleen niet zoveel geld meer. Nee, maar dat is een beetje het punt. Je ziet al, in deze game ga je geen monopolies, promoties krijgen snel. Nee, het zegt degene die al bijna monopolie heeft. Ja, nou oké, monopolie, oké, fair. Nee, zij komt er nu op. Commissies. Zet 1 stap terug. Bijna. Het is 1 stap, maar... Niet terug. Nee. En nu moet ik gaan focussen op die andere stukken. We hebben 1 keer zo'n map gehad. Volgens mij was de allereerste die we speelden. Toen kwam er ook elke keer zo'n trein in beeld. Ja, dat is een van de eerste. Dan pakt hij dat eiland en dan drekt hij me naar boven. Oh. Dat was hem. Nou. Oh ja, ik vertrouw het niet op. Gaat het lekker, Yuki? Jazeker. Lekker rennen. Oh, Freebie, what's inside? Klap in je gezicht. Oeh. Full set of suits? Dat is heel erg mooi. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Easy win. Nee, je hebt eerlijk gezegd, in deze heb je er wel wat aan. Ja. Want je komt hier ook zo meteen. Kut, sorry. Ik weet het niet, jouw ding. Komt ze erop? Oh nee. Nee. Ik dacht dat het al een ding was, man. Ja, ik koop de goedkoper maar even. Dat is echt OP. Ja, die is ook OP. En deze is die OP, want je ziet wel, je moet iedere keer ga je terug naar de bank. En misschien was het niet slim om die te pakken, misschien die 110, maar... Ah ja. Hindsight is 2020. Maar zo'n full stack of suits is wel handig in deze. Ja. Met anderen zou ik zeggen, nee, niet doen. Nee. Want daar heb je niet zoveel aan, maar... Ja, ik zie het. Ja. Ik heb het in de gaten. En eerlijk gezegd, dat zou ik opnieuw hebben gedaan voor die kopen. Want anders betaal je mensen terwijl het niet nodig is. Want ja, die gele straat gaat nog wel verduren voordat we dat voor jou hebben gefixt. Ja. Twee. Lul. Het was 2, dat vroeg je. Ja, oké, okay, ik had specifiek moeten zeggen. Ja. 30 plotkolen. Oh, je kan ook die vacant land kon je ook pakken. Ja, maar dan heb ik weer dezelfde suit. Ja, dat is waar. Dus daar heb ik niet zoveel aan. En aan de ene kant is het handig om misschien één zo'n hele straat te hebben. Oh, ja. Maar aan de andere kant, ik nak nu veel liever hun. Dan dat ik een tweede heb ergens op een random plekje. Ah, dit is een dure. Ja. In ieder geval early game. Ja, maar je hebt stocks bij mij dus. En dat zie je, dus het voordeel van de makelaarij. Als hun op jou landen, gaan alle shops dicht. Ja. Het is op zich een hele geinig, maar je ziet hem niet heel vaak. Nee, maar in deze is hij wel goed. Ik zag je net al gewoon even een random shop kopen. Die werd, ja, dat is gewoon makkelijk. Yep. Ja. Ja, lekker random weer vandaag, jongens. Heerlijk. Ja. Kijk, je hoort er niet altijd nee, van. Nee, klopt. Soms hoor ik het in de recording van jullie, maar ja, ik heb oortjes in, dus ja, dan hoor je het iets beter. Je hoeft niet te betalen, hè? Dus wat, en het is nog een schone live voor jou, dus ja, maar dat maakt niet heel veel uit.
Hoppakee, 100. Ja. En Circus heeft ook wel zijn voordelen. Ja. Iedereen verkoopt mooie stocks bij mij, hartstikke fijn. Nou, zijn we er weer. Hallo. Fort Wyatt? Nee. Nee? Ik krijg volgens mij ook de pop-up niet, of wel? Ja. Nee, zelfs stocks. Ga je bovenlangs of onderlangs? Promotie! Ja, dat is wie ik. Nee, Dragon Lord. Maar ik ben ook even aan het kijken van welke... Nee, gaat hij weer. Het is al de derde keer. Ja. Nee, het is weer een schoppen. Waar is de... Klaver is onderin dus, oké. Ja, ik ben even aan het kijken of ik mijn ding moet gaan uitstellen, ja of nee, met promotie. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het slimmer is... Welke mis jij nog? Alles behalve de klaver. Ik wil eigenlijk naar beneden voor dingen. Ja, de shop is closed, hè? Dus je kan het op zich doen. Kijk wel even wat ik hoor. Ja. Oh, dit is wel nice dat hij precies ertussen belandt. Mhm. Rustig aan eventjes. Nee. het is een interessant board, maar het kan heel snel verkeerd gaan. Oh, dan maakt niet uit welke kant ik op ga. Iedereen heeft een zoetje zelfkaart. Oh, iedereen? Ja. Dat is wel nice. Oh, nou trek een Lord even. Ja, dat, ja. Ja, je hebt sowieso de ruik nog nodig. Nee, dat weet ik, maar die krijg ik als ik naar beneden ga ook. Klopt. En dan heb ik meer kans dat ik mijn eigen straat. Ja, je staat straat. Ja, oh nee, eens. Dan is dat beter, ja. Ja. Lijkt me slim, ja. Nou. 50 keer 150. Nou, mooi. Dat is de moeite. Mm-hmm. Geen één. Goed zo. Betalen, bitch. Kijk, waar sta jij? Daar sta ik. Ja, dan moet ik gaan gokken wat jij gaat gooien. Fuck it, hier. Ik zie het zo. Ja. Als hij 6 had gegooid, dan heb ik hem tenminste niet afgepakt. 2. Commission. Ja, op commission. Ja. Iedereen heeft soort commission ondertussen. Zullen we naar beneden gaan, denk ik? We gaan er maar wel vanuit. Ja. Er is geen reden om naar boven te gaan. Nee, jongens, hartstikke mooi die stocks. Heel fijn. Ja, dat zou ik als ik jou was ook gedaan hebben. Het ding is, ik heb niet zoveel geld meer, maar jij kan... Hier is niks, dus in principe kan ik zo meteen die promotie oppakken, ben ik klaar. Iedereen heeft stocks in mij en ik heb stocks. Ik ga mijn stocks zo meteen verkopen. Op de bank. Ja, welke zou je toch kopen? Heerlijk.
Hartstikke mooi. Dan weet ik al welk pad jij gaat nemen. Het zou lekker zijn als ik 5 koers had meteen. Ja, ik had gelijk deze. Hoeveel krijg ik voor deze? Ja, nou jongens, vecht maar uit. Ik hoef hem niet. Laten we wel lekker elkaar tegen elkaar bieden. Snap jij dan de AI? Soms gaat ze tot bijna 1000. Ja. En nu zeggen ze al van, weet je wat? 160 is prima. En mooi zal zo meteen zijn, ik vond weer op makelaarderij en dan pak ik die 200. Yeah. Wat fuck hun. 3. Waarom ga je die kant op? Dat wil graag betalen. Ja. Cool, laat ik eens 5 gooien. Doe maar, 5. Hey! Ja. Wanneer verandert de stop die op die... gewoon elke keer als er iemand langs is gekomen. Dan wanneer die stop verandert. Oh, de shoot. Ja. Dat bedoel ik. Telkens wanneer iemand langs komt, dan verandert die. Dit is top, want ik heb stoppen nog nodig. Ja. Nou, die heeft bijna al stoks verkocht erin, dus hartstikke mooi. Je weet waarom ik het doe, dus. En hey, als je geluk hebt, gooi je zo meteen precies goed. Dus. Ja, dat zou heel nice zijn. Moet ik 4 gooien zo meteen? Dat zou top zijn. Mm-hmm. En die lulhanders komt er zo meteen toch op terecht, dus. Want dan langzaam maar zeker blokkeer je gewoon een paar straten. Ja. Dit is dan wel weer minder. Nou ja. Misschien is het wel een hele goede kaart die je trekt. Ja, verkoop een winkel. Oh, iedereen shop closed. Ook die van mij? Ja, iedereen shops closed. Oké. Okay. Dan heb ik er niet zo heel veel aan, maar ja. Zij zo. Hij wil promotie! Oh, zeker. Daar ben ik ook heel blij mee. Promotie! Wordt er al gespruced? Oh, ik ga ook niet zeker spruzen, ja. Ja, dat zat er wel weer in. Kijk, iedereen lift mee, dat is het enige nadeel. Monies! Ik hoop gewoon dat Dragonlord niet al te hoog nu gooit, want mijn shop is nog dicht, hè. Mooi, perfect. Die van hem blijft nog langer dicht. Perfect. Net niet te veel. Oh. Wil jij 3 lunch op 3? Dit is het veiligst voor mij, want ik heb zo meteen van. Kan je upgraden? Ja, doe maar. Oh, what the fuck? Mensen nu 500. What the fuck? Dat is een beetje kloot aan circus, je moet er precies op landen. Ja, maar het is wel vet. Mm-hmm. En dan kan je hem daarna nog 1 keer doen, is hij 1000. Wow, yo, leuk! Ik ben blij.
Ik heb nu ook gewoon, tot nu toe even afkloppen, hè? Ja. Maar het gevoel dat het een potje is waar ik in ieder geval mee ga doen, zeg maar. Weet je wel, niet dat ik denk ik heb volgens mij een magneet bij deze plek. Ja, what the fuck is dit? Dit is ook zo'n OP dingetje. Ik heb gewoon stiekem magneten rond. Ja. Ik ben wel langs met mijn stok heen, maar ja. Hé, hey, wie weet, misschien gooit Dragon Lord 3. Dat zal wel weer natuurlijk. Nee. Nou, die zitten mooi elkaar bij elkaar aan het klooien, dus dat kunnen ze mooi doen. Dus ik kan mooi bovenin iedere keer rondjes lopen, ik kan onderin iedere keer rondjes lopen, helemaal top. Mm. Ik hoop alleen dat ik even sneller ben dan haar, dat ik even het spul kan doen. Ik ga wel even iets slims doen. Sell shop. Verkoop deze even. Dan heb ik zo meteen gewoon geld om die niet te doen. Dan zal ik iedere keer mijn stocks verkopen. Goedkope prijs, 4,50. Ben je gestoord? Ja. Ja, dat lijkt me wel eens. Och, nee, perfect. Niet. Ah, nee, niet perfect. Jukjes in de kosten. Ja, die vindt het vuurwerk helemaal niks, denk ik. Die geeft echt helemaal nergens niks op. Oh. Je kan echt alles met het beest doen. Die maakt echt helemaal niks iets uit. Hmm. Als je met haar in de auto gaat, dan heb ik geen probleem. Nou, wat heeft hij nou gekocht? Misschien een estate agency. Nee, hij heeft een huis gekocht. Nou ja. Dit is leuk als ik straks geld heb om te sproeien. Ja. Net? Nee. Ja, ik probeer hier nou zo snel mogelijk doorheen te komen, dat ik dit spul kan fixen. Maar deze tactiek heeft één voordeel en één nadeel. Dat komt precies op. Voordeel is... Oh, shit. Is te snel. Maar dan, ik had een shop moeten kopen en ik denk dat die 42 niet genoeg was. Okay. Ja, ga maar bovenlangs. Doe maar. Zo. Is dat de strikt van jou, die E? Dat kon ik niet zo snel zien. Nee, het ging ook heel snel. Oh, dat is E. Maar daar heeft hij niks. Mooi. Pepe. Dit is dan maar even zo. Ja, maakt niet uit of hij nou rechtsom of bovenin was geweest. Dragon Lord gewoon niet al te hoog gooit zo meteen. Ja, ik blijf gewoon mijn rondje lopen, mijn bovenste rondje. Of ik nou win of verlies, dat maakt me niet uit. Het gaat gewoon profiteren van mij, hè, die bitch. Ja. Dat kan niet. 5. Helaas. Het is altijd ook nog interessant om op een gegeven moment een home te maken van een van die dingen als die midden in slaap ligt. Daarom heb je hier al van een home van gemaakt, maar ja. Wil je mijn hele lelijke mening? Zo slim is dat niet. Voor hem zeker niet nu. Er gaat nog niks van omhoog, hè? Ja, ik heb hier helemaal genoeg in stoks in, dat is de enige klote. Waarom
maak je dan wel weer 3-star shop van? Geen idee. Hij heeft al zijn stok verkocht, of niet? Ja. Ja, ik maak er nu daar een home van. Ik snap het niet. Wat gebeurt hier allemaal? Het ding is, dat is niet zo'n goede plek voor een home. Want je kan er boven langs, je kan onderlangs en je kan rechts langs. Oh, hij cheat. Hij heeft al zijn stocks verkocht om dan niet te betalen voor die dingen. Ja, mooi, dan kan je ding afmaken, 140. Nou, mooi. Gefeliciteerd met je Monopoly. Dankjewel. Wat zo vlot. Gaat ze vlot zee. Buyout.